met je wilde bosse haren. Goedemorgen. Morgen ga ik weer naar school. Ga je morgen weer naar school? Ja, maar nu is die dicht. Kusje. Wacht. Oh. Wacht. Lekker geslapen. Heb je lekker geslapen? Ja. Goed zo. Dan gaan we zo naar de huisarts. En ik ben ziek. En dan gaan we even kijken of je niet misschien een blaasontsteking hebt. Je doet zoveel plassen. Echt? Ja. Ik doe gebaken. Wat ben je aan het maken? Dit. Wauw. Ja. Mij. En ogen dicht. Weet je wat pluis jouw haar viel? Ja. Dit groot is heel leuk. Het is voor erg acht is. Eeuw. Ja, die bak. Gaan we even korflex eten? Ja. Oké. Okay. Kijk, tada! Wauw! Voor jou is het klaar. Dankjewel. Kusje? Het is nog niet klaar. Het is nog niet klaar, mama. Geef haar nog een beetje. Oké. Vind je het leuk? Zo, Jordan is lekker naar het werk toe en Zeen, die is een beetje moe, die is aan het zeuren. Wij hebben vanochtend, zijn we even naar de huisarts gegaan om een potje op te halen, zodat ze weer even kan plassen. Want ik denk dat ze een blaasontsteking heeft. Al heeft ze geen pijn aan alles, maar ze plast zo ontiegelijk veel. En dat zie je niet echt aan de manier van hoe ze drinkt, zeg maar. Dus daar kan ik niet aan terugleiden. En even op de markt gelopen. We hebben een krompoes. Hebben we geproefd. Ik moet zeggen, het was eigenlijk best wel lekker. Dus ja, ik ga nu even die kleine naar bed brengen. En ik heb een pakketje binnen. Dus ga ik ze dan ook even uitpakken voor jullie. Zo, nou, ik heb even die kleine op bed gelegd. Vandaag zullen we gaan slapen. Ik had dus wat besteld bij Bees. Misschien kunnen jullie dat wel kennen.
eens. Even kijken waar we zien het. Maar ik vind dat we altijd echt hele leuke kleding hebben. Ik dacht, laat ik mezelf maar weer even verwennen. Ik heb wat dingen besteld die ik normaal gesproken niet zo snel zou bestellen. Want ik weet gewoon niet of het bestaat, of het mijn ding is en noem maar op. Dus ik ga het gewoon aantrekken en we gaan gewoon kijken. En ik bedoel, kan ik altijd nog terugsturen als het niks is. Even kijken. Allereerst. Ik vond dit topje er dus echt heel erg leuk uitzien. Maar ik weet niet of het praktisch is voor mij, want ik geef natuurlijk ook borstvoeding. Dit topje. Zo. En dan kun je ook niet of het staat. Maar deze. Er zit alleen geen stretch in, dus ik ben een beetje bang. Even kijken. En dan had ik... Ja, die had ik nodig, want die had ik niet meer. Gewoon een zwart strapless top. Die voor mij zat helemaal onder de blondeer. Want ik weet niet meer of ik dat ooit heb gezegd, maar ik ben natuurlijk kapster. En dit is... Oh ja, ik was dus eigenlijk heel lang op zoek naar een leuke pantalon. Een pantalon die niet van die gigantisch grote wijde pijpen heeft, want dat vind ik helemaal niet mooi. Maar die ook mooi aansluit en gewoon goed hoog zit. En daar leek het alsof dat deze broek dat dus heeft. Ik ben benieuwd. En een vest. Gewoon voor over mijn kleding. Bijvoorbeeld, weet je wel, als ik een shirtje draag. Of een, weet ik wel, over een jurk. Gewoon een lekker vest. Nu gaan we het zien. Ik kleed me even om en dan zie ik jullie zo. Oké, dit is outfit 1. Ik weet het niet zo heel erg goed. Een beetje naar achter. Ik bedoel, de broek zit hier wel goed. Op zich. Oh, dat is iets te hoog. En het topje is qua maat ook wel goed. Alleen... Ik vind het niet zo goed of het ook echt wat heb je nou? Is. Wat heb je nou aan? Vind je het mooi? Ja, vind je het prachtig? Mm-hmm. Dank je. Ik weet het niet. Ik weet echt of het... Of het ik ben, zeg maar. Dit is dan gewoon die zwarte top. Daar is sowieso niks mee. En dan het vest. Even kijken. Zit er nog? Oh, er zitten zakken. Ik kan ook het vest sowieso wel doen. Ik denk dat ik even mijn zusje ga bellen. En even kijken wat zij ervan vindt. Nou, ik heb mijn zusje gebeld. En zij zei, wauw, mooi, helemaal jouw stijl. Zij vond het dus helemaal staan. Ik heb even een filmpje gemaakt om het even naar Jor te sturen. Kijken wat hij ervan zegt. Ik moet zeggen, het zit daar lekker ofzo. Het is net alsof ik niks aan heb. Dus dat is wel fijn. Ik was wel altijd op die strakke broeken en zo. Ja. Ik denk er nog heel veel over na. Wat vinden jullie ervan? Ik bedoel, jullie hebben ook een mening. Wat zeggen jullie? Staat mij dit? Of hebben jullie zoiets van, nee, je moet je helemaal niet aandoen, want het staat jou niet. Dat is mooi. Vind je het mooi? Moet mama het houden? Denk je dat papa het ook mooi vindt? Ja? Ik weet niet of papa het mooi vindt, die broek. Nou. Eet smakelijk! Eet smakelijk! Wat gaan we eten? Pasta! Met? Kip en een beetje spinazie, komkommer, tomaat en een zelfgemaakt sausje. Auw! Lekker toch? Ja! Zijn! Kijk! Zijn! Hoi, knapperd! Nou, eet smakelijk, jongens!
kan het ook gewoon zonder gezeur. Ja. Ik probeer hem dus uit de fles te laten drinken. En ja. Speelt er 9 van de 10 keer gewoon mee. Zo, wil jij ook even normaal gaan doen? Kijk, ik heb hier een meisje dat wil niet eten. Dat loopt alleen maar te zeiken en te spelen. Jor is dus 1 keer in de 4-5 weken of zo, heeft hij dus avonddienst. En dan ben ik dus ook een hele dag, tenminste de ochtend is hij wel thuis, maar vanaf 1 tot 9 moet hij dan werken. Maar dan ben ik en de ochtend met die kinderen en tussen 1 en 9, eigenlijk tussen 00:30 en 21:00 ben ik dan ook nog eens helemaal alleen. Dus dan moet ik en alleen koken en alleen die kinderen naar bed doen en een bad doen als het eventueel nodig, als ze zeg maar in bad moeten. En dan denk ik, oh, ik vind die week altijd zo kut eigenlijk gewoon, als die dan moet werken. Want als hij er is, dan doet hij zijn Sophia naar bed en in bad. En dan kan ik gewoon op mijn gemakje, zeen kan ik dan doen. En dan, dat is zoveel relaxed. En dan kan je daar nou ook nog samen op de bank. Want als hij natuurlijk weer terug is, dan is het ook alweer iets over 9:00. En dan is de kill de dag met dat kind opgescheept. Dus ja, dus ik kom iets over 9:00 en dan ja, is het einde van je avond ook alweer gewoon bijna klaar. Dus ik heb echt een pesthekel eraan wanneer hij de avond heeft. Maar ja, het is niet anders. Het zij zo. Mama, wie? Schildpad! Oh, dat staan er de. Wat ben je aan het doen? Geen dieren. Oh. We hebben toch ook geen tovenaar? Ja, maar sorry. Sorry voor wat? Ik kan niks gaan doen met de dieren. Nee, je moet ook gaan eten. Ga zitten dan. Ja, wij zijn weer lekker een filmpje aan het kijken. We hebben met z'n allen gedoucht. Dus nu lekker chill op bed. Eventjes. We zijn even helemaal vanaf Vos aan het kijken. Geen idee of het goed is, maar we gaan het zien. Niet even, we hebben geen licht aan, het is best wel donker, maar goed. Nou, de kindjes die liggen lekker op bed. Ze slapen allebei. Dus dat betekent dat het voor mij nu even snel tijd is om even de afwas te doen. Een beetje donker. Even de afwas te doen. En een beetje op te ruimen. Ik heb even een droger aangezet en nog een wasje. En ja, ik hoop dat jullie hebben genoten van deze vlog. En ik zal proberen elke dag wat leuker en wat spannender te maken. Morgen moet Sophia weer lekker naar school. Dus ja, ik ga het hierbij laten. Hele fijne avond en tot morgen. Doei doeg!